De impact van de inundatie van Walcheren is groot. Nu, 70 jaar later, zien we de sporen nog. Het water dat achterbleef en zo een heel eigen verhaal vertelt. Tankgrachten. Bunkers. Waterhuizen. Stille getuigen, maar wij weten wel beter. De gevolgen, dat was een totaal doodland. Wat dan overblijft is dat Walcheren natuurlijk helemaal onvruchtbaar is. De tuin van Zeeland is één grote woestenij. Alles moest weer opgebouwd worden. Infrastructuur was kapot, want dat water had gewoon de wegen, die hadden ze helemaal weggespoeld. Het was een afschuwelijk iets om te zijn. Bevrijd waren we, maar het was een puinhoop, een zootje. Links en rechts en overal. Zodra het kan keert iedereen zo snel mogelijk terug naar eigen dorp en huis. Ja, we troffen aan een grote bende, hè. Grote, het was allemaal kapot. Of veel. Ja, een paar huizen, een paar straatjes nog. En wat dan nog, in het water stond. Wij hadden dus niks meer. De woning van onze grootouders stond er nog. Maar we kwamen daaraan en ja, een halve meter water had er zeker in gestaan. Dus de kozijnen en het was pokken en mosseltjes en noem maar alles op. Dus die moest helemaal schoongemaakt worden natuurlijk. Maar we konden boven, moet je je voorstellen, op zo'n zoldertje. Die ouderwetse woning, er was geen kamertje, niks. Dus we waren daar, er was geen waterleiding, niks. Ze kwamen wel met een tank met water, kwamen ze op dorp, die kooi dan om. En goed, we waren wel op dorp, we waren weer op onszelf. Eerst de regenbak schoongemaakt, helemaal schoongemaakt, want als het ging regenen, hadden we weer regenwater. En dan beneden, slik eruit en noem maar alles op, de vloer was helemaal rot. Maar goed, het een beetje, dat is allemaal een beetje herstellen en zo. En als we een beetje hersteld was, en dan waren we wat meubeltjes, dat was dan van de, ja, de hark, zeiden wij, hè, dat, daar kregen we dan meubels van. Een paar stoelen en weet ik het. Maar goed, dat kregen we. En dan konden mijn grootouders ook weer door naar Westkapelle komen. Het eiland Walcheren is als een soepbord gevuld met zeewater. Door de gaten in de dijk heeft de zee vrij spel. Het dichten van die 4 dijkgaten is een gigantische operatie. Jo den Hollander uit Middelburg werkte, net als zijn vader, mee aan het dichten van het dijkgat bij Rammekens. Ik woonde op het Nieuwland en toen werd de oproep gedaan, het zei aangeplakt, of dat er werkvolk gevraagd werd over de droogmaking op Walcheren. En aangezien dat er toen heel weinig werk was, zei mijn vader, ik geef me op voor de droogmaking. En toen zei ik, nou, toen was ik 16, 17 jaar, ik zeg, dan ga ik mee. Dus toen zijn we bij de droogmaking terechtgekomen. Er is een groot gebrek aan materiaal en de dienst droogmaking Walcheren heeft veel mensen nodig. Heel veel mensen, want het was allemaal handwerk. Want er waren geen kranen en er waren geen draailijnen, er was niks. Het was enkel maar een schop en een spa. Toen eenmaal de bevrijding daar was, toen is het natuurlijk langzamerhand allemaal materiaal gekomen. Dat materiaal komt met name van het IJsselmeer naar Walcheren. Kranen bijvoorbeeld van de MUS, de maatschappij tot uitvoering van Zuiderzeewerken. Daar is bovendien veel kennis. Het eerste materiaal is aangevoerd allemaal met legerwagens. Dus het eerste rijshout voor de zinkstukken te maken, dat is allemaal met legervoertuigen aangevoerd. Dat kwam allemaal uit de Biesbos. Willige tenen zijn dat van meter 3, 4 lang en groot, allemaal bossen riet, die zijn ook 3, 4 meter lang. En dat waren een hele sliert met auto's en die werden gelost en dan werd het op een lorretje halaai met een treintje en dan ging het zo naar Rammekens toe. Maar later, toen dat helemaal allemaal een beetje liep, toen kwamen we met scheepjes is het toen aangekomen, het riet en de wilgen, zou ik maar zeggen, nee, voor de zinkstukken te maken. Die zinkstukken, dat is een heel karwei, want dan maken ze eerst hele lange wiepen, noemden ze dat. Zij 4 bij 4 meter of 10, 20 meter lang en daar weer rijshout opgelegd. En nog een laag rijshout en dan een laag riet ertussen en dan weer een laag rijshout. Dus dat was een heel kussen met afgaantijd. Dan begonnen ze eraan en dan was het, zou ik maar zeggen, klaar met hoog water. En dan ging het drijven en met hoog water dan werd het naar de plaats van bestemming gebracht. En daar werd het afgezonken natuurlijk. En dan weer de planken opgelegd en dan moesten we allemaal in de rij gaan staan en weer allemaal de stenen doorgeven. En dan zag je langzamerhand, zag je dat geval, zag me net onder water gaan en dan moest je eraf. Want dan zakte dat net op het doodtij, dat het net niet hoog water en laag water was. Dus dat het precies op zijn plek was, waar dat uitgemeten was. En dat was allemaal van die breuksteen, van die grote breukstenen. Die werd dat door een sleeboot, werd die over die plek gewacht, dat lag en dan werd die weer teruggehaald. Dus net zo lang totdat die stenen op waren, zeg maar. Wonderbaarlijk dat dit allemaal zo gelukt is. En in 1945 waren 3 van de 4 gaten dicht. Nog voor de winter van 1945. Wat op zichzelf een hele bijzondere, ja, een technisch hoogstandstaaltje is. Ze hebben daar nieuwe technieken gebruikt. Die Engelsen die hebben caissons gemaakt voor de kunstmatige havens in Normandië. En ze hadden een dubbele variant voor als dat nodig mocht zijn, elders. En die caissons hebben ze mogen gebruiken om Walcheren te dichten. Dit is mijn toegangsbewijs dat ik op Rammekens mocht werken, want toen had je ook al ramptoeristen en die deden niks dus in de weg lopen. Dus toen hebben we allemaal een soort toegangsbewijs gekregen dat we daar werkten. De nieuwe dijk werd eigenlijk achter de oude dijk gelegd, omdat op die oude dijk kon niet meer gebouwd worden en moest men dat erachter langs doen. En dat zie je nog altijd. Al deze dijkgaten die we op Walcheren nog hebben, de Nolle, Rammekens, Bijveren en ook Westkapelle, daar waar die dijkgaten waren, zijn nu een soort baaien ontstaan. Ja, nogmaals, omdat die dijken achterlangs de oude dijk zijn aangelegd. Ze hebben van Walcheren uiteindelijk een bassin gemaakt en ze hebben het via de kanalen van Walcheren zeewater uit Walcheren weg laten stromen. En in 1946 was Walcheren droog. Althans 1945 een groot deel en 1946 in zijn heel. Dus toen kon het normale leven weer hervatten. Maatje Kesterlo keert vanaf haar evacuatieadres in Kloetingen in maart 1946 eindelijk terug naar haar eigen huis in Gapingen. Mijn vader en moeder die zijn vanuit Kloetingen 14 dagen heen en weer gereisd. Een paar dagen om op een vieze zolder dan te slapen om beginnen schoon te maken. Mossels aan de muur en schelpen. En toen werd het zachtjes aan droger. De dijken werden gedicht. En dan zaten de vijvertjes in de weiden vol vis. En ja, mijn vader in de smissen. Een hark gemaakt, met gaas over. En dan zei moeder, doe nog eens een trekje in dat kommetje daar. Dat noemden ze de komme, een drinkput voor de koeien in de wei. En dan hadden we een heleboel vis. Dat was schar en school. En dat is 14 dagen is dat gebleven. En toen was er geen zuurstof genoeg meer voor de vissen en dan waren ze in één keer allemaal dood. Leo Adriaanse, opgeleid als timmerman, kan meteen aan de slag met het weer bewoonbaar maken van de huizen. Want die zagen er niet uit. Het was simpel gezegd een rotwerk. Je moest eerst de modder eruit scheppen en dan moest je proberen de ramen en de deuren weer draaibaar en functioneel te maken. En het was geen leuk werk, maar het moest. En dat is dus ja, in vrij korte termijn is dat toch gerealiseerd. Dan konden de mensen weer terug. Kwamen ze wel in een waterwoning, dus dat was vocht. Vochtig van onder tot boven, bij wijze van spreken. En dat was voor de bewoning niet zo prettig. En dat zout in die muren, men beweert dat het zelfs nu nog af en toe de kop opsteekt. Vochtig is in huis. Zout houdt het vocht vast. En dat zout zit in die stenen en in die muur. Op Walcheren begint de rust langzamerhand terug te keren. En boer Maljuis vindt nu ook weer eens wat tijd voor de kleine vreugden van het dagelijks leven. Dit is mijn vader. Dat ben ik of mijn broer, dat weet ik niet precies. Die dat ik het samen ben. Dit zijn beelden uit de film Eiland van Vertrouwen, ook van John Fernhout. Eerder legde hij de inundatie vast. In deze documentaire zien we hoe Walcheren langzaam weer wordt opgebouwd en hoe de boeren worden geholpen bij het weer vruchtbaar maken van de grond. De structuur van de grond is soms zo beschadigd dat die grond geen water meer doorlaat. Regent het, dan vormen zich plassen en bij droog weer wordt de grond keihard. Schot waarschuwt dat er vooral niet te diep geploegd mag worden. Kranenstein is een monumentale boerderij met een rijke geschiedenis. Zacharia Maljaars weet nog hoe die grond op een speciale manier moest worden bewerkt. Je bent met gips aan het strooien om de structuur beter te maken. Maar dat was helemaal vastgelopen. En dan gewoon met de hips op. En dan werd het ja, wat rulliger. Maar anders was de een naar de plaat. En dit is mijn grootvader. En dan stonden ze aan hem te kijken. En dat deed ze niet besloten graven. Het eerste jaar had men niks anders dan schaars verbouwd en daar kon er een beetje tegen. Het was bij de familie Kodde uit Koudekerke niet anders. Tijdens de inundatie kon nog niks worden verbouwd. Na de bevrijding was hun vruchtbare grond veranderd in een mijnenveld. In 1945 kon er voorzichtig wat graan worden geoogst. In 1946 wat gerst en koolzaad. Maar dan in 1947, als dan weer die inventarisatie zit, dan is het bijna allemaal misoogst bijvoorbeeld. Dan hebben we zo'n droge zomer gehad. En toen kwam daar zout naar boven. En toen is er echt bijna niks geoogst, ook vanwege het gevolgen van het zoute water. Ja. Er worden noodboerderijen gemaakt, er worden arbeiderskampen worden erop gericht, waar arbeiders komen om dat allemaal weer op orde te brengen. En eigenlijk is dat ook weer in een 5 jaar tijd hard werken. Is dat allemaal weer opgebouwd. En dan zijn wij in een noodwoning terechtgekomen en dat waren toentertijd gewoon paleisjes. De noodwoning, ja, het was gewoon een kamertje, maar er waren 3 slaapkamertjes. En die kamer, dat was zo, zat ook in die kamer zat er een aanrechtje, dat hadden we nog nooit gehad. Een gewone aanrecht met een wasbak, dus zo gezegd. Dat konden wij niet voor die tijd. En dat was een waterleiding, dus dat was gewoon... Je van het op dat moment. En na de oorlog, ja, het werd allemaal opgebouwd en er kwamen mooie dingen. En ja, goed, ik ben 67 jaar in de muziekvereniging, hier ben ik nog en ik blaas nog elke week. Dat ging weer, dus je ging leren voor in die muziek en je was jong en je ging weer weg. En dat leven, dat ging voor ons eigenlijk weer door. Je wilde ook vooruit, hè? Er ging een nieuwe tijd, praktisch. Jan Wolkers heeft eens gezegd, het was een oceaan van hoop.